Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel sterk bloemstuk maken. Die je zowel binnen als buiten kan neerzetten. Wat je bijvoorbeeld ook leuk op de tuintafel kan neerzetten. Wat lang goed is, geschikt voor bij hogere temperaturen. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Wil je het pakket voor vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan het pakket van vandaag bestellen met roze steekschuim of wit steekschuim. Beide heel erg mooi en zeer geschikt. Dus die staan apart in een webshop. Dus als je wit wil, kies dan voor het witte pakket. En als je roze wil, kies dan voor het roze pakket. Wees snel bij, want op is op en zou zeggen laten we gauw gaan beginnen. Altijd volgen op Facebook of Instagram, want er komt regelmatig een extra video online of leuke aanbiedingen en dat soort dingen. En die plaats ik altijd daarop. Dus mocht je me daar nog niet volgen, kan je me daar ook volgen. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon lekker gaan beginnen, want ik heb er zin in. Ja, je kan hem dus maken in roze steekschuim. Ik heb deze al even vol laten lopen met water. Het werkt precies hetzelfde als normaal steekschuim. Je legt hem gewoon in de bak met water. Laat hem zelf volzuigen. Er zit al een waterschaal onder, dus dat is ideaal. En je kan hem eventueel ook in het wit maken. Is ook erg mooi en geschikt. Goed, ik haal je even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst gebruiken we berengras. Die steken we er onderin in. En dan gaan we later iets als het ware vlechten. En dat steek ik naast elkaar. En mag wel wat korter op elkaar. Er mag heel iets tussen zitten. Maar... En dat doe ik helemaal rondomheen. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we het vlechten door het eromheen te doen. En dat geeft gelijk een heel leuk effect. Wat je dan doet, is je pakt het bij elkaar en je vlecht het als het ware mee met jouw berengras. Je slaat elke keer eromheen. En je kan het echt vlechten of zoals ik doe het, elke keer naar binnen slaan. Dat geeft ook een heel mooi effect. Dus kan je niet vlechten, is het geen probleem. Want dan kan je het zo doen zoals ik nu doe. En je kan eventueel ook echt vlechten. Het is ook leuk om ermee te spelen om het een leuk effect te geven en verschillende technieken te gebruiken. Het leuke aan dit steekschuim is natuurlijk dat het zichtbaar mag blijven, omdat het dan een leuk kleurtje heeft. En het eind draai ik gewoon. En dan zet ik dat even vast met een krammetje of een ijzerdraadje wat je
makkelijker vindt. Huisdraad, je kan je zo even buigen. Het uiteinde knip ik even af. En dan is dit het leuke effect. Dan heb ik leuke rotsplantjes. Dus ik toevallig ook wat babytjes erbij aan. Je kan even afdraaien of even afknippen. Die blijven gewoon zo goed. En die verwerk ik ook in het bloemstukje. De kleintjes die verwerk ik ook gewoon in. Je kan hem even op een sorteerprikketje zetten. En je kan zelf kiezen hoe je het verdeelt. Ik heb er wat bij elkaar en wat los. Ik vind dat speeltje juist heel erg leuk. Dan gebruik ik een disteltje. En deze materialen kun je allemaal mooi laten indrogen. En kijk, die plantjes die maken het echt. Echt heel erg leuk. Scabiosa bolletjes. En dan heb ik gipskruid in verschillende kleuren, maar ook limonium. En het droogt allemaal mooi in, dus lang houdbaar. Ik verwerk nu alles kort erin, maar je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om er wat hoogte in aan te brengen. Door de steeltjes er wat zo langer bij tussen te doen, is ook erg leuk. Dan heb ik nog wat schelpjes, die passen er qua kleur heel mooi bij en is natuurlijk gelijk heel erg zomers. Die kan je er gewoon zo los bij tussen leggen of als je het gaat vervoeren even vastlijmen. Kijk hoe leuk dit lijkt. Heel erg mooi. En dan heb ik nog de houtslinger en die kan je eventueel even door midden knippen als je hem te grof vindt. En die wil ik er ook nog overheen laten lopen. Je kan hem even vastzetten weer met een krammetje of een ijzerdraadje. Mocht je dat willen. En is jouw hout een beetje te breed? Dan kan je ook even knippen. Of zoals wat ik nu doe. Even een beetje scheuren.
prachtig mooi, lang houdbaar en dus extra lang genieten. Echt een prachtig mooi, lang houdbaar bloemstuk. Kijk hoe apart door die lijnen, het aparte van het steekschuim, het berengras en de kleur van materialen is gewoon heel erg mooi. Lekker soms door de schelpen en de sterke materialen. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En je kan dus eventueel met roze steekschuim bestellen of wit steekschuim. De bloemen zijn beschikbaar in dezelfde kleuren. Dus bij dit pakket kan je geen gewenste kleur aangeven. Maar zowel wit als roze past dit gewoon heel mooi bij. Omdat ook het witte weer terugkomt, past die ook heel mooi op de witte variant. Dan krijg je deze ook heel erg mooi. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. En blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Dat deel ik dus als er zoals dit een extra video online komt. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao!